Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier bij Thomas opent. Tijd voor een beetje sour ale. Een beetje zuur bier. In de vorm van Van den Broek's Pruim Watergeus. Een plum sour ale. Relatief lokaal bier. Komt namelijk uit Midwolde. Vlak bij mij in de buurt. Eens even kijken. Pruim Watergeus is een mengbier van ons spontaan vergist houtgerijpte basisbier met overrijpe Nederlandse rode pruimen. Daarbij ondergaat het 1 jaar oude basisbier een tweede zeer langzame gisting. Van nog 1 tot 2 jaar. Na een derde hergisting en narijping op fles van 3 maanden ontstaat een fris, licht zuur fruitbier met intense fruitsmaken. Proost! Houdbaar tot minstens 5 jaar na botteldatum, koel en donker bewaren. Blablabla. De botteldatum was 5 mei 2022, dus mei 2022. We zijn nu een jaartje verder, want het is eind juni 2023, 5,8% in alcohol. Ingrediënten zijn gerstemout, tarwe, hop en pruimen. En uiteraard, ja, op de manier van spontane vergisting zit er een beetje gist door. Wat heb je hè, met spontane vergisting? Ik heb me laten vertellen, en ik weet niet of dit waar is, maar ik heb het via iemand die wat qua verkoop en dergelijke ook van doet, dat Van den Broek er in ieder geval in Nederland mee gaat stoppen. Dat hij naar Spanje zou gaan. En ja, dan is het nog maar afwachten of hij daar nog wat met bier gaat doen. Want, dat is namelijk een dingetje, spontane vergisting. Jullie weten wat dat inhoudt. Betekent dat je dat niet zomaar overal even kan doen. Dat heeft te maken met bepaalde omgevingbacteriën. En ja, dan is het nog maar afwachten wat het daar doet. Degene die wat weten over sour ales, die snappen dat. Dus ik ben benieuwd wat daarin gaat gebeuren. Maar het is alweer veel te lang geleden dat ik ten eerste sowieso al wat van Van den Broek gedronken heb. En ik weet dat ik 1 of 2 keer wat van ze gereviewd heb. Er staat onder andere een fles daar. Maar goed, ik had zoiets van, het is tijd voor weer een bier van Van den Broek. Ik heb een hekel aan kurken, want ik ben altijd bang. Zeker met bieren van spontane vergisting. Niet laten knallen. Kijk. Dat ging heel mooi. Niet laten knallen. Heb ik wel vaker uitgelegd. Als je daar vragen over hebt, kan ik het in de comments nog ergens op terugkomen. Maar je moet bieren nooit laten knallen. Met kurk. Niks met kurk. Champagne niet. Prosecco niet. En zeker een bier. Schenk hem even langzaam uit. En even heel voorzichtig. Jezus. Hekel aan deze steringzooi. Zo. Kijk eens hoe dat eruit ziet. Heel mooi helder. Heel mooi dirty glassware. Godsamme. Draai hem even zo. Kleine witte schuinkraag. Donker. Geel. Honing. Honingachtig. Kleur van donkere tarwe bijna. Ziet er heel mooi uit. Semi-clear beer. Ja, het is meer een chill race. Wel clear beer wat dat betreft. Van den Broek is eigenlijk, hij noemt het watergeus, want je mag het natuurlijk geen geus noemen. Hij komt als goed is oorspronkelijk ook uit België, als ik me niet vergis. En geuzen is natuurlijk net als met champagne, je mag het pas echt geuzen noemen als het uit die streek komt. Al is het volgens mij wat minder beschermd dan bij champagne. Maar je snapt wel dat Van den Broek heeft gezegd, ik noem het geen geuze, ik noem het gewoon bier van spontane vergisting. En hij noemt het bier dan in dit geval watergeus. We kunnen genoeg kletsen wat we willen, maar we gaan eens even kijken wat dit doet in de neus. Heel rins. Absoluut een licht zuurtje. Absoluut funky. Licht drogend. Maar nog wel een heel mooi fruitig karakter. Met inderdaad pruim, absoluut pruim. Maar het doet mij ook op een of andere manier heel erg neigend naar een witte druif. Misschien onderdeel van de hoppen die gebruikt zijn, geen idee. Ik vermoed niet dat hier natuurlijk iets in zit als een Nelson Sauvin of zo. Maar ook andere nobele hoppen kunnen natuurlijk dit soort geuren met zich meebrengen. Meestal zijn het bij... Dan moet ik even goed diep in mijn geheugen graven of ik dit allemaal goed zeg. En als ik het niet goed zeg, corrigeer me alsjeblieft. Maar als ik me niet vergis, is het traditioneel zo dat ze natuurlijk bij geuzes oude hoppen gebruiken. Hoe dat hele proces ook alweer precies in zijn werk gaat.
Maar dat had iets te maken met. Ik moet dat even opzoeken, want er zit dan zoveel in mijn hoofd dat ik het er niet goed uit krijg. Maar zoek dat maar eens op. Interessant proces. Oh. Ik had het glas ietsje te scheef. Tweede bier dat ik review. En nee, het derde bier dat ik review, maar van alle bieren nog maar tot dit gedronken. En dan hebben we dit al kunnen aangaan. Zoveel eruit gehad. Niet tot aan dit, maar zoveel eruit gehad. Het bier heeft inderdaad iets funky, maar hij heeft ook iets kelderachtig. Iets musky. Iets bijna dat oude kaas. Denk aan oude kaas dat een licht. Dat je denkt, oeh, ik weet niet of dit nog goed is. Snap je wat ik bedoel? Terwijl het juist in een bier als dit juist iets heel moois is. Heel verfrissend, heel fruitig. Ik heb het idee dat ik in de verte wel iets al ruik wat een mooi bittertje kan aangeven. Ja, en inderdaad, wat ik zei, dat oude kaas, dat met dat, nou, niet oude kaas, maar kaas die oud is, zo bedoel ik. Funky, droog, beetje hooiig. Gedroogd gras. Ja, echt het druivenkarakter. Pruim, uiteraard, had ik al gezegd. Hij ruikt heel erg fijn. Hij ruikt heel erg mooi en ik wil heel graag een slok gaan nemen. Dus dat gaan we ook maar eens doen. Proost. Oeh. Oeh. Eén ding die mij opviel bij de laatste keer dat ik een Van den Broek heb gedronken, is dat hij minder zuur was dan ik verwacht had. Dus ik ging hier eigenlijk, en misschien dat er ook mee te maken heeft, ik ging hierin met het idee, hij zal wel niet super zuur zijn. En ik heb zuurdere bieren gehad, maar er kwam een heel mooi, fris, hoge kwaliteit, witte wijnazijn, zuurtje kwam even naar voren. En dat is een heel mooi iets. Echt een goede, hoge kwaliteit witte wijnazijn. Vaak praten we over rode wijnazijnen, vaak praten we over balsamico's, maar een mooie, goede, hoge kwaliteit witte wijnazijn. Echt iets heel goeds om in de keuken te hebben voor je dressings, dingen verrijken qua sauzen en dergelijke. Maar in ieder geval, een mooi zuurtje, een heel mooi bittertje. Dat fruitige, eigenlijk is alles wat je in de smaak noemde, komt in de geur ook weer heel mooi naar voren. Of in de geur noemde, komt in de smaak heel mooi naar voren. Dat fruitige karakter is zeker aanwezig, maar niet te overheersend. Je krijgt echt nog het basisbier heel mooi door, de watergeus. Het is een hele mooie assemblage wat dat betreft. Koolzuur is on point. Je krijgt absoluut nog een tinteling. Maar ik heb de laatste tijd een paar keer wat wild ales, wat sour ales gehad, dat het koolzuur te hoog werd, waardoor de tinteling op de tong te intens werd en het bier te snel vervloog. En deze blijft nog heel mooi hangen in de mond. Heeft ook een heel mooi mondgevoel wat dat betreft. Drinkt dat gezicht alsof hij iets meer alcohol heeft dan dit. Zou bijna zeggen dat ik dit 7,5 was als mystery beer. Dat hij onder de 6% is in dat opzicht heel erg mooi. Want je krijgt dan nog wel die body en dat aangename mondgevoel, zonder dat het dus te hoog alcoholisch wordt. Het zuurtje raak je op een gegeven moment heel mooi aan gewend. En dan komt dat granige, het moutige, het tarwe karakter heel mooi door. Met een hele wederom mooie bittere en rinse finish. Ik wil niet zeggen crisp en clean, maar wel heel verfrissend wat dat betreft. Echt een uitstekend bier voor een warme dag zoals vandaag. Want het is vandaag 18 juni. Eind juni, zoals ik net al zei. En, of ja, midden juni dan meer. En het is 30 graden buiten volgens mij. Ik ga het in ieder geval straks nog wel aanraken. 24 graden binnen. En dan is dit een bier bij uitstek voor dat soort dagen. Ja. Het is jammer dat Van den Broek er inderdaad aan mee gaat stoppen, maar wat ik allemaal begrepen heb, als dat allemaal echt waar is, is het zeker een gemis voor de Nederlandse biercultuur. In het lijntje van de grote namen die we kennen voor sour ales in Nederland, waarbij zoveel mensen altijd al heel snel gaan praten, en wild ales, waarin heel veel namen voorkomen, zoals natuurlijk Tommy Chef, noem maar wat, dat heel veel langskomt. God weet het, ik heb er hier een fles ergens van staan. Symbiose, maar dat is natuurlijk brewing en blending. Maar als ik dan zie, volgens mij doen zij ook dingen met Van den Broek, weet ik niet 100% zeker.
Maar je hoort de naam van de broek wat minder vaak langskomen. En dat is erg jammer. Het is gewoon kwalitatief ontzettend sterk. En het is gewoon een gemis voor de Nederlandse wereldhuur straks. Maar ja, het is wat het is. En als deze man inderdaad denkt dat hij een mooi leven kan opbouwen in Spanje, dan moet hij dat absoluut gaan doen. 100% terecht. Je moet altijd dat soort keuzes maken. Ik ga hier in ieder geval nog van genieten. En ik moet dus even zorgen dat ik nog wat flessen van de broek in huis ga krijgen. Voor in een soort van kelder. Om nog wat dingen te laten staan. Want ongetwijfeld, als je dit nog een paar jaar de tijd geeft. En die restsuikers die gaan nog wat meer hun weggefroten worden. Door de gisten die erin zitten. Zal het bier ongetwijfeld funkier en intenser worden. Maar ook wat misschien wel wat milder. Al vind ik hem nu al perfect op dronk hoor. Als ik er nu nog een fles van had staan. Heb ik hem zo open getrokken om hierna nog eentje van te genieten. Blijft schitterend, blijft mooi. En echt iets waar ik nog even van ga genieten. En dat was hem voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingsbox doe ik even links naar alle social media. Een link naar de Dutch Beer Collective en een link naar mysterybeer.nl. Als je nog nooit wat van Van den Broek hebt gehad, probeer het alsjeblieft. Ga er achteraan. En laat wat comments achter. Ik zie jullie allebei in een volgende review en tot dan. Proost.